Na de onthullingen over kadrielid Julia, richten de juiste kanalen zich nu op Marte, Haar echtgenoot, Synergy Meijfrood, zou pikante berichten sturen naar andere vrouwen. De vraag die nu reist, is hij ontrouw? Marthe en Synergy zijn al geruime tijd samen en stapten in 2022 zelfs in het geheim in het huwelijksbootje. Echter, Synergy lijkt niet vies te zijn van contact met vrouwen via Instagram, Waarbij hij flitterige berichten stuurt en zelfs foto's van zichzelf op het toilet deelt, zo meldt Ganol op Instagram. Ze hebben zelfs een gesprek tussen Synergy en een dame ontvangen. De uitgewisselde berichten dateren van afgelopen oktober, waarin Synergy aangeeft graag met de dame af te willen spreken. Voor iemand die getrouwd is, toont hij wel heel veel interesse in deze dame. De manier waarop hij typt en de foto's die hij stuurt, laten ook zien wat zijn verwachtingen zijn van dit gesprek, schrijft Ganol. In de tweede afbeelding zie je dat Synergy foto's stuurt die je maar een keer kan afspelen. Onze bron geeft aan dat dit foto's op het toilet waren. Eerder deze week bracht Juhse Ganol naar buiten dat Julia een affaire had met een oudere regisseur. Nu lijkt de focus te verschuiven naar Martens relatie met Synergy, waarbij Juhse Ganol vraagteken's zet bij zijn trouw. De situatie wordt steeds complexer, vooral omdat Julias relatie met Ben lijkt te zijn beëindigd en alle foto's van hen op Instagram zijn verwijderd.